Zoals bij heel veel evenementen zet het coronavirus ook de Almeloze Tap toe in quarantaine. Ja, dat is een enorme teleurstelling. Dat we, normaal worden we toegeblazen in het Erfus Asito Stadion. Nu moeten we het afblazen door het coronavirus, begrijpelijk, want gezondheid gaat boven alles. En alles is doorverschoven naar volgend jaar. Waarschijnlijk wordt dat 29 mei, dat is nog niet helemaal zeker. Dat ligt aan het speelprogramma van Heracles. Wat houdt dat nou eigenlijk in, dat het verschoven wordt? Nou, zo eenvoudig is het ook weer niet, want je moet dus wel alle korpsen weer benaderen of ze eventueel die data weer beschikbaar zouden kunnen zijn. En gelukkig hebben we dezelfde korpsen als die dit jaar zouden komen. Dus alles kan, iedereen had er begrip voor. Ja, er zijn zoveel taptoes die afgeblazen worden en evenementen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de sponsors in deze tijden toch economische moeilijkheden doormaken. Blijven die wel steunen? Ja, de sponsoren blijven ons steunen en de sponsorgeld wat toegezegd is, dat blijft gewoon op de bank staan, vast. Dus in principe zijn we voor volgend jaar al een stuk verder. Dus wat dat betreft is het helemaal geweldig. En de kaarten die men gekocht heeft al, er zijn al diverse kaarten verkocht in het land, ook in het buitenland, die blijven allemaal geldig tot de nieuwe editie volgend jaar. Nou, dat is geweldig. Maar hoe voelde dat nou toen je hoorde dat het afgeblazen werd? Enorm teleurgesteld. Begrijpelijk. Dit gaat boven alles, die maatregelen van de RIVM. Maar het was beroerd. Het was jammer. We hebben met z'n allen er veel werk in zitten. Maar dat is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat we boom niet, dat we door die coronavirus weggaat en dat we weer normaal met elkaar om kunnen gaan. Dus echt gewoon blijven en het mooiste is van let een beetje op elkaar, bid voor elkaar en tot volgend jaar met de nieuwe editie van Tap to Almelo.